Ah ja, het is vakantie, hè? Het is 5:15, dag 2 van onze trekking. Thank you. Hey, thank you. Even een kleine pauze. Na die zware klim, toch Ed? Een paar rek- en strek oefeningen bij Eddie. Wel een onwijs lekker gevoel. Miklaba! Vliegenmepper. Bergrijst. Bruine rijst. Ik moet het toch gaan toegeven, ik word oud. Nou, dit lijkt wel Suriname, deze grond. Zie je dat witte t-shirt? Dat is mama. Bij het uitzoeken van de kleding voor deze trip had ik er eigenlijk niet aan gedacht dat ik er zou uitzien als een boswachter. Maar ja, het is niet anders. Tomatenstruikjes. Niet 1, niet 2, maar wel. Nou Edje, hier is je welverdiende pauze. Ja. Kan jij nog wat doen aan je oude? En door. Gaat een foto maken. Dat lukt toch goed voor deze wereld. Ja, toch? Net even theepauze gehad. Nu gaan we weer verder. Even kijken hoe de knie van Aline het houdt. Gelukkig lag ik nog. Daar, in dat dorpje. Dan gaan we lunchen. Kunnen we kijken of we Aline op een broodje krijgen of zo. Ik denk dat dit onze lunchplek is. Of anders gezegd, de drop-off point voor Aline. Ik denk dat zij straks met dit vehikel verder gaat. Beetje trots op mezelf hoor. Dat is echt heel zwaar. Vies hè? Jij bent echt goed in, Laura. Het is nog niet alles. Wat gaan we nu weer eten? Roekoe! Jongens, wat hebben we allemaal? Eten. Je bent moe, hè? Ja, eten. Smakelijk. We gaan nu onszelf weer
nieuwe krachten toe-eigenen. Nou, we laten Eline verzorgd achter. Mijn vrouw is geïnteresseerd in de flesjes. Laat die achter. Maar wel in verzorgde handen. Is goed, mama. Doei, doei. Daar gaan we. Het is een zeer moeilijk begaanbaar pad als het echt regenachtig weer is hier. Dat was even een klim. Een waterpauze. Ja. Nog 45 minuten en dan zijn we er. Mama weer. Zo, na 8 uurtjes stevig doortrappen, zijn we eindelijk bij ons onderkomen voor dag 2 van de hike. Oeh, even bijkomen. Wij gaan even douchen. Ja, even lekker douchen. Kun jij anders nog even wat water pakken? Wat? Zo'n emmertje. En dit zijn onze bedjes voor vanavond. Onder het bezielende oog van ook weer een Boeddha. Wij zijn lekker fris. We hebben koud gedoucht. Koud gedoucht. Echt koud. Heel koud. Maar het is wel lekker. Het was heerlijk. Ik voel me gewoon weer herboren. Maar ik kan morgen echt niet meer lopen hoor. En dan is er niks lekkerder dan een echt biertje. Zo vermaakt Elora zich. Hij heeft er vandaag weer een feest van gemaakt, onze kok. Zeker weten. Soepje. Potato met rijst. Een salad. Onion. Ik krijg zelfs een geflambeerd toetje. Hoeveel gemmerbier zou je hier wel niet van kunnen maken?